Hey jongens, ik hoop dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een leuke avond heeft. Vandaag was natuurlijk de wedstrijd Ajax-Sparta, of Sparta-Ajax beter gezegd, want Ajax speelde uit. En ik moet echt eerlijk tegen u zijn, ik ben echt heel erg geschrokken. Ajax stond op een gegeven moment 2-0 achter. En toen kwam Tjuba Akpom erin, in het elftal. En hij zorgde wel dat de tij kon gekeerd worden. En hij zorgde voor een doelpunt en een assist. En dat Bergwijn weer terug was, was ook wel weer positief om te noemen. En Bergwijn scoorde 2-2. En daar eindigde de wedstrijd ook mee, 2-2. Dus Ajax toonde wel weer wilskracht en veerkracht. En dat is natuurlijk altijd wel weer mooi om te zien. Maar 2-2 tegen Sparta. Donderdag natuurlijk uitgeschakeld door Aston Villa met 4-0. En de week ervoor, het weekend ervoor, hebben ze met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard thuis in de Arena. En ik ben normaal gesproken heel positief over dit Ajax. Maar ja, ook ik ben echt geschrokken, jongens. En ook ik heb nu echt het gevoel van, ja, kan het zo al verder? En ik denk dat er echt flink wat moet veranderd worden. En Alex Kroes is er nu gelukkig. Eindelijk na maanden heeft Ajax zijn gewenste algemeen directeur. Dus dat is positief. Maar John van het Schip. Ik weet dat hij een hele moeilijke periode heeft gehad en nog steeds heeft met de dood van zijn vrouw. Verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe, dat is natuurlijk vreselijk. En in een moeilijke periode in zijn leven is hij toch ingestapt op voor Ajax. Omdat hij een groot hart heeft voor de club. En hij koos toch voor Ajax in een moeilijke periode dat Ajax 18e stond. En hij heeft Ajax wel weer naar de vijfde plek geloodst. Van de 18e plek naar de vijfde plaats. En dat is natuurlijk, dat siert hem. En daar wil ik hem ook zeker voor prijzen. Want dat is gewoon fantastisch voor hem. En fantastisch gedaan, John. Om dat te weten te bewerkstelligen. Maar nu gaat het al een paar weken echt heel slecht met dit Ajax. En ik zie ook helemaal geen plan of idee. En ik zie, ja, zoals dat in Zuid-Amerika zou mooi zeggen, ik zie geen grinta. Ik zie niet die ultieme wil van de spelers van Ajax om te willen winnen. Weet je, alles erop voor laten. En dat zag ik al tijdens die wedstrijd Hercules tegen Ajax. Natuurlijk dat debakel. Dat Ajax verloor van een amateurclub uit de derde divisie. Vreselijk. Maar daarna leek het wel weer wat beter te gaan. En ook die wedstrijd natuurlijk. Thuis tegen Aston Villa was een mooie pot. En Ajax creëerde twee kansen via Brobby en Ken Taylor. Ze gingen er al bij het in, maar ze waren zo onthutsend slecht. Donderdag uit in Birmingham tegen Aston Villa. Het was niet om aan te zien, niet om aan te gluren. En ik zie dus geen plan bij Ajax. En zelfs ik ben Mr. Positivo, ik ben een heel positief persoon. Heb nu zoiets van John van het Schip. Het is leuk nog voor de komende maanden. Maar dit is. Laten we niet. Misschien is het beter om aan het einde van het seizoen. Om dan toch ieder zijn eigen weg te kiezen. En dat John van het Schip misschien een andere functie gaat bekleden bij Ajax. En ik vind het jammer. Want ik vind John van het Schip vind ik echt een held. Ik vind het heel mooi dat hij in die moeilijke periode in zijn leven dat hij toch voor Ajax koos en toch Ajax heeft geholpen van de 18e plek naar de 5e plek. Maar nu is zelfs de 5e plek is niet zeker voor Ajax. Want Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam die azen op de 5e plek. En het is nog helemaal niet zeker of Ajax het gaat redden om uiteindelijk te eindigen dit seizoen op de 5e plek. Dus daar zit ik wel een beetje mee, jongens. Want is John van het Schip wel de geschikte persoon op dit moment voor dit Ajax? Ik was een maand geleden ongeveer was ik een wedstrijd aan het kijken van Ajax. Ik weet niet meer precies welke wedstrijd het was. Voor mij was het Ajax FC Utrecht. Dat Ajax 2-0 won. En toen was Pascal Jansen in het stadion. Pascal Jansen zat achter Steven Bergwijn. En toen dacht ik me zo van, Pascal Jansen, wat doet hij daar nou? Wat doet hij nou in de arena bij zo'n wedstrijd van Ajax? Hij is natuurlijk niet zo lang geleden ontslagen bij AZ. En opeens viel het kwartje van, hey, Pascal Jansen.
dat zou wel de ideale man, de ideale droomkandidaat zijn voor trainersfunctie van Ajax. Ik vind ook dat de Pascal Jansen het gewoon de afgelopen jaren gewoon goed heeft gedaan bij AZ. En natuurlijk heeft hij mindere maanden gehad bij AZ, maar ik vond ook onterecht dat hij ontslagen werd. Want het is gewoon een hele capabele trainer. En toen moest ik ook denken aan Arne Slot. Dat is natuurlijk nu wel de meest gewilde trainer van Nederland, denk ik. Arne Slot. Die doet natuurlijk fantastisch bij Feyenoord. Maar die is ook ontslagen bijvoorbeeld bij AZ. Omdat hij aan het flirten was met Feyenoord, terwijl hij bij AZ zat. En dat wil AZ niet, want ze willen echt bij de top 4 blijven. En maar Pascal Jansen, die zag dus in het stadion tegen Utrecht. En ik had zoiets van, hey, Pascal Jansen, dat zou wel echt tof zijn voor Ajax. En top zijn en dat weer nieuwe energie kan geven. En Pascal Jansen kan met de jeugd omgaan. Hij kan met ervaren spelers omgaan, dat heb je gezien bij AZ. Hij heeft jarenlang in de schaduw gestaan van Arne Slot. Dus een goede leermeester gehad. En dat zag ik wel terug bij AZ. Ik vond het dus heel raar dat hij. Ik vond het dus heel vreemd toen hij ontslagen werd. Ik had het niet verwacht, maar het is toch gebeurd. En nu is hij een vrij man. Weet je, hij is gewoon een trainer die vrij is op dit moment. Dus ik heb zoiets van Ajax. Alex Kroes, doe er alles aan om Pascal Jansen te strikken als trainer voor het komende seizoen. Want dan zou echt wel dat zou echt voor een oplossing zorgen op dit moment. Pascal Jansen bij Ajax. En ik zou het heel vet vinden. En ik denk ook bijvoorbeeld als er dan nog wat versterkingen bij komen deze zomer. En dat er wat spelers weggaan uit de selectie. Of nog uit de Mislintat clan, zeg maar. Die spelers die Mislintat hebben gehaald. Bijvoorbeeld Avila vond ik al minder. Tahirovic vind ik minder. Dus dat soort spelers, als die dan weg kunnen en dan voor een leuk bedrag en dat Ajax dan wat kan verdienen daaraan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Ajax met Pascal Jansen weer het tij kan keren en dat het weer positiever kan worden in Amsterdam en dat ze weer de komende jaren kunnen meedoen om het kampioenschap, want daar moeten we even op focussen, jongens. We moeten niet focussen op de Champions League. Niet op de Europa League, niet op de Conference League, maar echt op de titel. Om weer kampioen te worden. En weer even te laten zien aan de andere Nederlandse club van, hey, met Ajax, deze mooie grote club valt niet te spotten. Wij zijn Ajax, wij zijn nog steeds de beste. Wij zijn nog steeds de grootste club van Nederland. En dat moet Ajax weer tonen. En Ajax moet weer een beetje dat respect terugkrijgen. Dus dat verdient de mooie club ook. En het moet gewoon weer op één staan. En ik denk dat dat met Pascal Jansen wel zou kunnen. Dus dat lijkt me heel tof. En ook wil ik even iets zeggen over Chuba Akpom. Die voetballer, die spits. De pinch-hitter van Ajax. Ik vind hem echt best wel een goede spits. En Chuba Akpom vind ik een beetje onderschat zelfs. Want als ik hem dan ook weer zie tegen Sparta. En hij heeft ook best wel vaak dat hij het veld inkomt. En dat hij nog even een doelpuntje scoort. En Brobbey is natuurlijk met een hamstringblessure er vanaf afgegaan, helaas. Bij Ajax, want hij zou eindelijk zijn een beetje zijn wedstrijd kunnen spelen bij het Nederlands elftal, maar nu is hij geblesseerd uitgevallen. En nu moeten we denk ik de komende weken met Chuba Akpom doen in de spits, of Julian Rijkhoff, dat kan natuurlijk ook, maar ik denk dat het wel goed komt met Chuba Akpom in de spits. Hij maakt altijd wel belangrijke doelpunten en hij staat gewoon zijn mandje en zoals vandaag tegen Sparta was hij gewoon de man of the match bij Ajax kant en aan de Ajax kant. Beter Nederlands. Dus Oké, jongens. Pascal Jansen bij Ajax. Wat zouden jullie ervan vinden? Vinden jullie het ook een droomkandidaat? Of hebben jullie liever die trainer van Bodo Glimt? Of een andere trainer kan natuurlijk ook. José Mourinho is ook nog vrij, bijvoorbeeld. Maar Ajax speelt natuurlijk altijd attractief voetbal. Mooi voetbal. 4-3-3. En dat is gewoon met José Mourinho is dat gewoon heel erg verdedigend. En puur op het resultaat. En ik weet niet of jullie daar aan toe zijn. José Mourinho. Maar we zien het wel, jongens. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Pascal Jansen, droomkandidaat voor trainerschap bij Ajax. Dat vind ik in ieder geval. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken. Fijne avond nog. Hoi, hoi. Doei, doei.